De huisvrouw een stukje kaas gaat kopen, probeert ze natuurlijk zo weinig mogelijk korst en zoveel mogelijk kaas te krijgen. Zij die achter de toonbank staan, konden tot dusver maar gedeeltelijk aan de verlangens van de klant tegemoetkomen. Maar deze bedieningsmoeilijkheid kan thans uit de wereld geholpen worden door de komst van de vierkante kaas, die nu vooral op aandringen van de Duitse afnemers en naar het voorbeeld van de Denen in ons land gefabriceerd wordt. Men gebruikt er geheel nieuwe teakhouten vormen voor. In sommige pakhuizen liggen reeds naast de ronde de vierkante kazen, die in kwaliteit en vetgehalte niet onderdoen voor de ouderwets gevormde Goudse, Edammer en Leidse soorten. De consumenten hoeven niet meer op korstjes te kauwen, want het nieuwe product heeft alleen maar een plastic huid. De zuivelwereld doet dus thans gedeeltelijk afstand van oude vormen. De klant is nu eenmaal koning en de omzet is belangrijker dan de traditie.